Mensen, welkom bij een nieuwe FIFA video. Ik zie jullie als ik de wedstrijd heb aangekondigd. Mensen, het is ADO Haag tegen Go Ahead Eagles. Maar nu neem ik een ander stadion. Oh, die is leuk. Weet ik niet. Oeh, dat was close. Ik heb nu een nieuw stadion genomen in plaats van de vorige. Oh, wat een goal, mensen! Wat een goal! De mooiste ooit! Verschrikkelijk! Ik weet niet wat het is, de bal op ongeveer de toer. Oh, heel snel 0-1. Wat een goal, zeg ik, kijkers. Corner. Hier ben ik weer. Oh mijn god, overtreding. Geel! Oh mijn god. Buitenspel? Oh shit, man. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Daar komt de gelijk. Oeh, kut, dat was close. Dat wordt een opzet. Nee, geen penalty. En geel, hè? Ja, geel. Dit is echt... Echt, ik vind het wel terecht hoor. Was het dat hij geen rood krijgt even? Nee! 1-1. Oh, dan maak ik maar 1-2, is ook goed hoor. Oh shit, man. En nu krijg ik een strafschop, kijkers. Yes! Kom op, pak die bal! Kom op, pak die bal! Je paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Hou op, man! Ivart, Den Apple. Ja, dat is ook wel een theorie of story of zo. Gisteren heb ik Heerenveen de Graafschap gespeeld. Lijkt die wedstrijd als ik er meer moet gaan spelen. Maar dat ga ik ook doen, mensen, in de reacties.
Zo. Nog 10 minuten. Toch? Ja. En daar nog een paar. Want die tijd gaat altijd heel snel om. Niet alweer! Maar omdat ik ook al een strafschop tegen kreeg, of kreeg, krijg ik er weer gewoon één tegen. Ah, 2-2. Ah, jammer. Kut. Oh, die had al geel. Shit. Kijk eens, ik heb een geblesseerde speler, dus ik moet 3 keer wisselen. Maar liefst 3 keer. De geblesseerde speler is gewisseld. De wedstrijd gaat verder met de scheidsrechtersbal. En het is ook rust. Er staat 2-2 bij ADO tegen Go Ahead. Yo, de tweede helft is weer begonnen. Bij ADO tegen Go Ahead Eagles. Het staat 2-2, omdat ik 2 keer zat te klooien en het een strafschop werd. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Oh shit, man. Nee, oei, dat was kaloos. Ik zag daarnet een vliegtuigje in de lucht heen gaan. Hij is nu al een tijdje weg, maar ja. Kom op! Vrij trap! Lekker voor hem. Nu krijgt ADO ook een rood. Wat een spektakel. 3 strafschoppen. Shit, man. Hé, hey, loop nou, als je durft. Ik ben toch niet bang, hoor. Oh! Ja! 2-3! Joehoes! Wat een fout van de keeper. Kijk naar de herhaling. Hier, hoppa. Ik schiet er dan gelijk 2-3. Hoppa. Mensen, wat een kans zeg. Bijna wordt het 2-4. Maar ja, ik maak me toch geen zorgen. Want ik hoop dat ik gewoon deze wedstrijd ga winnen. En dat ik dan revanche neem op Heerenveen de Graafschap van gisteren. Wil je die video zien? Ja, hij staat namelijk online. Doe me gewoon even een like als ik meer video's ga opnemen. Maar dat doe ik ook. No! Ja, zeker niet. Scherp verdedigen. Met zulke acties kun je de wedstrijd beslissen. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. No, oei! Lekker voor je. Nou, hij gaat schieten. Probeert hij toch nog in. Ja. Ja hoor. No! Kom op. Ja! 2-4, joehoe! Lekker! Oh, die zat er bijna heen! Hoe moet je...
zo gaan schreeuwen. Dan schoot het niet zo goed meer. Ik heb gewonnen. Kijk eens, ik had nog bijna met de keeper gescoord, maar hij heeft hem helaas niet gehaald. Oh. Ja, zeker. Nee! Ik ga een biertje halen. Oh, keeper, wat doe je? Hij gaat een biertje halen. Met bitterballen, met mosterd. Lekker. Met chocola. Oh, hij heeft hem. Dit is een lekkere pas hoor. Nee! Maar ik had toch gombas erin? Wat? Oh ja. Nou ja, weet ik het niet meer. Kom op, lopen. Nee! Lekker. Mensen, ik krijg gewoon weer rood. Gewoon ongelofelijk. Ja, zeker. Oh! Oh, kom op! En, ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Oh, oh. Ja, dit goed. Dat lijkt wel op een spierblessure. Lopen, scoren. Afluiten. 4 minuten. Nee. No! Oh, hoe kan hij hem missen? Ja, zo raar. Ja, gewonnen. 2-4. Mensen, was een leuke video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Morgen misschien weer een video. Doei doei.